Jij gaat nu leren met een filmpje en dat is super slim van je, maar ik heb een website voor je dat heet www.digistudies.nl en daar staan filmpjes van alle examenonderwerpen die je maar kan verzinnen met bijpassende begriplijsten en examenvragen erbij. Dus ik zou zeggen, maak daar gebruik van. Een vak kost slechts €16,95. Video 4 in deze reeks Digistudies aardrijkskunde video's over weer en klimaat gaat over klimaatverschillen in Europa en speciaal het klimaatverschil tussen Nederland en Spanje. Op het centraal examen aardrijkskunde moet je namelijk de verschillen in weer en klimaat kennen tussen Spanje en Nederland. De bedoeling is dat je de uitleg die je kreeg van wat weer en klimaat is, kunt toepassen op twee landen in Europa die redelijk ver uit elkaar liggen. Nederland en Spanje. Eerst even Europa in het algemeen. De verschillen in klimaat in de vele landen zijn groot. De oorzaken of invloeden van deze verschillen zijn de zeeën die Europa deels omsluiten, de Oostzee, Noordzee, Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee, de bergen zoals de Alpen, de Pyreneeën, zeg maar de hele Tour de France, het Noordpoolgebied en verder de depressies ofwel lage drukgebieden vanuit de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Die hebben zo allemaal hun invloed. Nederland en Spanje hebben een zeer verschillend klimaat. Dat is logisch omdat ze een zeer verschillende ligging hebben. En klimaat wordt beïnvloed door weer en weer door ligging. Het klimaat in Nederland met zijn vele depressies wordt dan ook voornamelijk beïnvloed door de ligging aan de Noordzee en de invloed van de Atlantische Oceaan met zijn zuidweststormen. Nederland heeft een gematigd zeeklimaat. Maar hoe meer je naar het zuidoosten gaat, hoe minder invloed van de Noordzee er is. Richting Duitsland verandert het in een gematigd landklimaat. Er zijn meestal geen lange perioden van droogtes. Er valt het hele jaar door neerslag. En het verschil in temperatuur tussen winter en zomer is gemiddeld niet waanzinnig groot. Alles bij elkaar een gematigd zeeklimaat. Het klimaat in Spanje is andere koek. Dat is niet zo raar, want Spanje ligt heel anders. Is stukken groter en kent vele verschillende regio's. Die regio's hebben elk voor zich al een verschillend klimaat. En de redenen zijn de verschillende berggebieden, het ontbreken van waterrijke gebieden in het binnenland, de Middellandse Zee aan de oostkust en de Atlantische Oceaan in het noorden en westen. Je ziet dan ook een zeeklimaat in het noordwesten bij de oceaan, een gematigd landklimaat in het centrale binnenland, een mediterraan klimaat in de kustgebieden, het zuidoosten en op de eilanden in de Middellandse Zee. En dan een hooggebergteklimaat in de bergachtige gebieden, bijvoorbeeld in de Sierra Nevada, waar zelfs eeuwige sneeuw ligt, en een droog klimaat in een deel van het zuidoosten. Dit zijn dus ook de klimaatgebieden van Spanje. De zomers kunnen in sommige delen heel droog en warm zijn. Bijvoorbeeld in B, het centrale binnenland, met hittegolven boven de 40 graden Celsius, terwijl de winters in Spanje vrij koud kunnen zijn, zie B en D, door de berggebieden en het ontbreken daar van de Middellandse Zee-invloed. Goed, dat was het dan voor deze video. Vond je dit nou een prettige manier van leren, zo, zonder tekst? Kijk dan ook even op de website van Digistudies. Daar staan namelijk nog veel meer video's over alle examenstof en veel uitgebreider. Ja, Digistudies, leren zonder boeken. En geef ons ook even een like en abonneer je op ons kanaal.